Dag Steven. Nachtje kunnen bekomen. Hè. Dat is een dagje rust tussen al gezeten van een tot nu toe fantastisch toernooi. Wat doen de spelers en jullie zo? Er zijn bijna 3 dagen tussen de wedstrijden. Ja, wat we doen is vooral de spelers terug tijdig klaar krijgen voor de volgende wedstrijd. Dus er zijn toch een aantal slopende sets geweest. Lange sessies, lange wedstrijden. En is het toch gunstig om de spelers terug goed te laten recupereren naar de wedstrijd van morgen. En daarvoor helpen die 2 dagen ertussen, dat helpt wel. Ja, en wat doen ze dan specifiek deze 2 dagen? Ja, er is een deel van vrij echt rusten, een deel ontspanning. En dan is het ook een aantal spelers terug fit krijgen met de juiste toniciteit naar de wedstrijd van morgen toe. Ja. En dat zijn dan vooral Matthias Valkiers en Pieter Vrees? Ja, die zitten echt in een revalidatieprogramma eigenlijk. Hè. Het is echt zij zo goed mogelijk aan de start krijgen van de wedstrijd. Aangezien de 2 kleine opgelopen blessures in dit toernooi. En ook de andere spelers, ja, ze dienen toch een rol van fitheid te bewaren op deze 2 rustdagen. Dus het is moeilijk om van het wordt s'avonds in je bed te blijven liggen op hotel. Mm-hmm. Dus hier en daar wordt er toch een kleine training ingelast om het lichaam terug te activeren. Ja. En wat doet de staf tijdens die dagen? Ja, de staf is een ander verhaal. Hè. Dus dat is nu vooral analyses maken van de komende tegenstander. Of mogelijke komende tegenstanders. Hè. Dus wij gaan ervan uit, of de grootste kans is dat Italië zal winnen tegen Turkije. Niets is uitgesloten natuurlijk, maar in de vrije dag moeten we dan op toch focussen om zoveel mogelijk al te doen van Italië. Aangezien we Turkije in de poelen hebben geanalyseerd. En dan is het de kunst om deze tijd goed in te vullen. Ja. En hopen dat we vanavond zo min mogelijk werk nog hebben. En stel dat je nu mocht kiezen, welke tegenstander zou je graag toch nog eens ergens tegen spelen deze toernooi? Ja, ik denk dat we eerst moeten hopen dat we tegen Italië uitkomen. Ja. Dus tegen een grootmacht. Een grootmacht verslaat is toch altijd waar dat veel meer mensen blijven bij stilstaan. En als je een poelen hebt met zeg nu maar de kleinere landen, gaat het veel zeggen, het was verwacht dat ze gingen doorgaan. Nu klop je toch een aantal grote teams. En daar wordt meer over gesproken, dus ja. Ik denk dat wel Italië een leuke kwartfinale wedstrijd zal zijn. Ja. En dan is het, ja, dan kennen wij de vervolgwaarschijnlijk wel. Dan is het Rusland of? Ja, ik denk dat voor Slovenië is nog kan nog alle kanten uit. En dan zal het waarschijnlijk Rusland zijn die toch vrij dominant aan het spelen is met heel veel kwaliteit. En dat zal wel een zware tegenstander worden. Ja. Dat brengt ons direct terug in de tijd. Hè. Je hebt hier in Polen, we spreken altijd over de bronzen medaille van Vital Heijnen. Maar ja, ook jij en heel wat andere spelers hier hebben schitterende ervaringen met een EK in Polen. En jullie hebben toen ook, denk ik, 3-0 de Russen geklopt. Ik weet nu de stand niet meer juist. Maar ja, absoluut. Ja. We hebben 3-0 de Russen geklopt. En toch met een aantal spelers die heel veel kwaliteit hadden. Dus een aantal spelers die ook hier vandaag op het toernooi aanwezig zijn. En het is leuk om met zo'n een klein land, hè, want België blijft nog altijd een klein land, als we niet gaan vragen van de andere landen. Als je dan zulke grootmachten kan verstaan, is dat is toch een heel goed gevoel. Dus één probleem heb ik, dat toen heb ik Italië niet kunnen verstaan hè, met de ploeg. Ja, en daar zit Randazzo ook bij zeker. Hè? En daar zit Randazzo bij, Gianelli, dus dat waren wel de spelers die dat toen ook aanwezig waren. Dus misschien moeten we nu eerst starten een keer met Italië te kloppen voilà, en dan tegen Rusland te spelen opnieuw. Een van de mooiste herinneringen waarschijnlijk. Die bronzen medaille? Ja, het is soms moeilijk om daarover te denken. Hè. Welk zijn de verschillende resultaten in je leven die echt bepalend zijn? Ik heb op zeer korte tijd 2 bronzen medailles gehaald. Hè, deze met de juniors. En dan 1 jaar later, of een paar maanden later, dan nog eens met de jeugd. En beide zijn heel speciaal. Met junioren, dat was een ploeg van Emile Rousseau, die ik heb kunnen nemen juist in de zomer. Daarmee een goed resultaat behaald. En dan een paar maanden later ja, was het team die dat ik al 1,5 jaar aan het trainen was. Dus de ene is meer een managementopdracht geweest en het andere was echt een opleidingsopdracht. En het is moeilijk te zeggen wat echt de beste is, maar de 2 medailles hebben heel veel lucht gedaan. En als het toernooi gedaan is, hè, dus volgende week, is het dan direct terug naar Roeselare of is er toch even vakantie ook? Nee, ik heb geluk dat ik 1 week in vakantie mogen nemen afgelopen week. Juist voor de reis naar het EK hier. En dat wil zeggen dat als ik het vliegtuig naar huis moet nemen hier, dat daarna zal ik starten in Roeselare. En heb je hier ook al een opdracht gekregen van Emile om een aantal spelers van Roeselare dan wat meer in het oog te houden of wat specifieker bij te sturen? Nee,
Nee, toch niet. Dus het zijn de zaken die echt moeten losgekoppeld zijn. We hebben Roeselaar, de nationale ploeg, spelers van de nationale ploeg, die in Roeselaar zitten. Er is wel een opvolging eigenlijk, maar dat gebeurt dan echt via de medische staf naar ons clubbestuur toe. Uiteraard ben ik goed op de hoogte van het heil en tijden van onze spelers. Maar pure opdrachten naar de club toe heb ik niet, buiten ja, de meest organisatorische zaken die ik ook tijdens het jaar altijd afmerk. En hoe is het tot nu toe bevallen? Zo'n beetje een uitstap naar de nationale ploeg tussendoor? Ja, het is een heel druk programma, moet ik toegeven. Dus ik kom uit het kampioenschap, waar dat ik toch altijd vele dagen op rij werk eigenlijk. Dan natuurlijk kom je toch uitgebust eigenlijk aan de start van zo'n programma, waar direct heel intensieve weken waren. Kwalificatie, WK, dan met het net niet resultaat, want dat is toch altijd een spijtig resultaat. Daardoor is heel die zomer herschoven. Heel leuke weken gehad in de World League. Ik denk dat toch de twee eerste weken fantastisch waren. Ongeziene resultaten ook voor België. En dan weer in Antwerpen een kleine terugslag. Hè. Dus het net niet verhaal. En dat zijn toch wel zaken die daarbij blijven. Je wilt echt altijd de topwedstrijden spelen. En dan is het spijtig dat je niet in Brazilië bent geraakt. En dan anderzijds, ja, dat geeft dan ook de nodige rust voor de tweede ronde van de kwalificatie af te werken. Waar we toch weer een fantastische week hebben afgewerkt. En dan is het gewoon de batterijen opladen, weet je, voor de laatste toernooi. En ik denk dat we erin geslaagd zijn om de spelers hier klaar te krijgen en toch zich te kunnen tonen. Ja. En ik denk dat iedereen in België en de supporters hier klaar is voor dat topresultaat van de zomer dan hier. Absoluut, ik denk dat we allemaal samen een mooi verhaal kunnen schrijven. En de wedstrijd van morgen zal misschien België helemaal op de kaart zetten bij de man. Tot nu toe zijn de echte topresultaten gebleven tot jeugd en juniors. En nu is het dus misschien tijd voor die laatste vier te kunnen spelen met de senioren. Ja, iedereen boekt al voor Krakau. Ik ook. Bedankt. Graag gedaan.